Hallo, welkom bij deze tutorial over het maken van klassendiagrammen en sequencediagrammen in Visual Paradigm. Als voorbeeld pakken we het voorbeeld van de bestellingen. We hebben 5 klassen gemaakt in dit klassendiagram, namelijk de klassen order, orderregel, artikel, assortiment en de klasse klant. De klasse assortiment dient als een containerklasse voor artikel en dat is ook met deze manier aangegeven. Wat we nu nog willen doen is een associatie maken tussen order en klant. Dat gaat als volgt. We kiezen association, trekken de lijn tussen de twee klassen en we kunnen hier aangeven dat de order bestemd is voor een klant. Nu zouden we willen aangeven dat we wel kunnen navigeren vanuit order naar klant, maar niet de andere kant op. Nou, van order naar klant, rechter muisknop, navigable true. En aan de andere kant, rechter muisknop, navigable false. En nu zien we aan deze kant een kruisje ontstaan en aan die kant een pijl. We moeten ook nog de multipliciteit aangeven. Nou, een order is altijd bestemd voor precies één klant, terwijl een klant meerdere orders kan hebben. Weer rechter muisknop, multipliciteit, één klant. Aan de linkerkant gaan staan, rechter muisknop, multipliciteit, meerdere orders. Dan zie je hier ook een sterretje verschijnen. En aan deze kant staat netjes een 1. Nu is ons klassendiagram klaar. Nou, dat is eigenlijk niet helemaal waar, want als ik hier naar order kijk, dan zie ik hier twee attributen, namelijk ordernummer en next. Nou, het attribuut next is een zogenaamd static attribuut. Dat wil zeggen, de waarde van next zal gelijk zijn voor alle instanties. En het wordt ook gebruikt om het volgende ordernummer te bepalen. Nou, om aan te geven dat dit attribuut static is, kan dat als volgt in Visual Paradigm. We openen een specificatie en we gaan hier naar scope en in plaats van instance kiezen we voor classifier. Apply, oké. Okay. En nu zien we dat deze attribuut onderstreept is. Ik heb het voor de duidelijkheid nog even hierboven aangegeven hoe je dit doet. Nu gaan we naar het eerste sequentiediagram, namelijk het toevoegen van een artikel aan een order. We hebben hier een actor. Deze actor die voegt een artikelnummer en een aantal in de grafische user interface. En vanuit de grafische user interface zal vervolgens de methode bestel worden aangeroepen bij order. Terug naar het klassendiagram. Als we de methode bestel aanroepen, hebben we een referentie naar een artikel nodig en een aantal. Echter, er werd een artikelnummer ingevoerd. Terwijl we een referentie naar een artikel willen hebben. Nou, dat kunnen we oplossen door een methode aanroep te doen bij assortiment. De methode aanroep getArtikel, waarin we het artikelnummer meegeven als parameter. En een referentie naar het betreffende artikel terugkrijgen. Dat zien we ook in het sequentiediagram. We roepen de methode getArtikel aan. En krijgen een referentie naar het artikel met de naam art krijgen we terug. Dat is in feite de referentie naar dit artikel. Vervolgens kan vanuit order bestel worden aangeroepen met de referentie naar het artikel en het aantal. En kunnen we kijken of er nog voldoende van het artikel op voorraad is. We vragen dat aan het artikel zelf middels een methode aanroep getVoorraad en krijgen een integer waarde terug die we zullen opslaan in de variabele v. Nu zijn er twee mogelijkheden. Ofwel de voorraad is groot genoeg en we kunnen de bestelling plaatsen. Ofwel de voorraad is te klein en we hebben niet de mogelijkheid om de bestelling te plaatsen. Als we weer in het klassendiagram kijken, dan zien we dus ook inderdaad dat de aanroep van bestel als returnwaarde een boolean heeft. En dus in feite ook die twee mogelijkheden gerepresenteerd worden. Om die twee mogelijkheden aan te geven in een sequentiediagram, moeten we eigenlijk een soort van if-statement introduceren.
Nou, dat kan een visual paradigm met een zogenaamd old combined fragment. Dat kunnen we dan hier tekenen. We hebben eigenlijk twee mogelijkheden. De bovenste mogelijkheid waarbij de bestelling succesvol is. En de onderste mogelijkheid waarbij de bestelling niet succesvol is. Nu willen we nog die twee mogelijkheden aangeven in de tekening. Dat gaat als volgt. We gaan op het Combined Fragment staan. Kiezen rechtermuisknop Open Specificatie. Kiezen Interaction Operands. Kiezen betreffende operand. Weer Open Specificatie. We kiezen Guard. En dan als constraint kunnen we invullen V groter gelijk aan aantal. We hebben dus voldoende voorraad. Voor de andere kunnen we kiezen dat er te weinig voorraad is. V kleiner dan aantal. En we zien nu in ons sequence diagram inderdaad hier de guard verschijnen. De voorwaarde is dat V groter gelijk is dan het aantal. En hier is de voorwaarde V is kleiner dan het aantal. In het geval de voorraad groot genoeg is, moeten we een orderregel toevoegen aan de order. Nou, dat gaat als volgt. We gaan hier bij order staan en we kiezen create message. En dan krijgen we een nieuwe lifeline. Nieuwe lifeline. En dat is deze. Die nieuwe lifeline kunnen we aangeven dat dit een instantie is van een bepaalde klasse. We selecteren de klasse. De klasse die we kiezen is orderregel. Vervolgens kunnen we nog de naam wijzigen. In dit geval krijgt hij helemaal geen naam. We hebben nu een nieuwe instantie van orderregel aangemaakt. De constructor wordt aangeroepen vanuit order. Wat er nu nog moet gebeuren, is dat de voorraad van het betreffende artikel verminderd moet worden. Dat kan door een methode aanroep te doen vanuit orderregel naar artikel toe. Laten we dat maar eens doen. Kiezen hier een message. En dan kunnen we de methode haalop met parameter aantal aanroepen. Deze methode retourneert ook weer. En dat kunnen we aangeven door hier op de stippellijn te gaan staan, die in te klikken. En aangezien er verder niks terug wordt gegeven bij deze return message, hoeven we hier ook niks in te vullen. Nu is ons sequentiediagram klaar. Dus we hebben hier een nieuwe orderregel aangemaakt. We hebben de voorraad verlaagd en order geeft na afloop van aanroep van de methode bestel terug dat de bestelling geslaagd is en de bestelling wordt toegevoegd. We gaan nu verder met het volgende sequence diagram, namelijk het berekenen van het totale bedrag van de bestelling. We hebben weer een actor. De actor die vraagt het totale bedrag op via de grafische user interface. De grafische user interface roept de methode getTotaal aan bij de betreffende order. Het totale bedrag wordt teruggegeven en vervolgens getoond op het scherm. Nu gaat het erom hoe dat totale bedrag berekend wordt. Nou, dat gaat als volgt. Binnen de order worden alle orderregels afgelopen en per orderregel worden de kosten bepaald. De kosten per orderregel worden weer bepaald door het aantal van het betreffende artikel te vermenigvuldigen met de prijs. En die prijs wordt dan weer opgevraagd aan het betreffende artikel. Kijk, hier komt de prijs terug. Vermenigvuldigt het aantal met de prijs. En dat wordt allemaal bij elkaar opgeteld. Nou, om deze optelling voor elkaar te krijgen, moeten we een loop introduceren. Nou, dat kunnen we ook aangeven in Visual Paradigm als volgt. In plaats van Old Combined Fragment kiezen we hier Loop Combined Fragment. We tekenen weer een rechthoek. En nu ontstaat dus een loop combined fragment.
Nu kunnen we nog aangeven dat we willen loopen over alle orderregels. En dat doen we als volgt. We gaan hier opstaan. Kiezen Open Specification. Kiezen Interaction Operands. Kiezen Operand 3. Open Specification. Kiezen Guard. We kunnen hierop schrijven loop over alle orderregels. Apply. Oké. Okay. Apply. Oké. Okay. Dan zie je dat dat hier netjes verschijnt. Ik heb hier nog een keer aangegeven wat ik zojuist gedaan heb. Open Specification. Selecteer de tab Interaction Operands. Selecteer betreffende operand. Weer Open Specification. Selecteer de tab Guard. En vul de gewenste tekst in. Deze node, node en deze node, die geven aan hoe uiteindelijk het totale bedrag berekend wordt. Hiermee beëindig ik deze tutorial en ik wens jullie ook veel succes met het maken van klassendiagrammen en sequentiediagrammen in Visual Pair Analysis.